mijn kamer. Vroeger, toen ik 7 jaar was, toen houde ik daar nog van. En toen had mama een verrassing gedaan, omdat ik zo'n behang voor kreeg. En dat vond ik echt hartstikke leuk. Maar nu vind ik het nogal kinderachtig. Mijn Nintendo DS. En dan zit je zo te gameboyen? Ja. En tot hoe laat? Om de hele nacht, hè? Nee. Een keer bleef ik maar tot iets van 10 uur. Ging blijven DS'en. Maar toen kwam mama weer naar achter. Toen werd ze weer boos op me. En zei, waarom moet je DS'en? Doe je DS uit en geef die aan mij. Ja, nou, zou ik ook doen, hoor. Soms komt mama en dan ga ik me hier zo verstoppen. Ja. En dan blijf ik expres doodstil liggen, zodat mama niet ziet dat dit gaat bewegen. Ja. En als ze niet beweegt, gaat ze me overal lopen zoeken. Ja. Maar vaak vindt ze me. Ja, als ze het eenmaal weet. En hier, als ik boos ben, dan zit ik ook gewoon hier. Ja? Ja. En soms wil ik wel schreeuwen. Waarom ga je schreeuwen dan? Oh, om even de lucht uit te laten komen. Kijk je vaak naar jezelf? Ja, je moet altijd kijken hoe je eruit ziet, hè? Dat is waar. Anders dadelijk ga je naar school en dan zit dit helemaal zo en dan zit er eentje gewoon zo. Ja, en dan loop je... En dan loop je zo en dan komt iedereen lachen en dan kijk je naar jezelf. Ik heb niks verkeerds aan, hoor. En iemand anders die er verkeerd bij loopt, lach je die dan uit? Nee, ik zeg gewoon, je ding zit verkeerd, hè? Wil jij eens even voordoen hoe jij s'avonds in bed ligt? Nou, ik heb het ooit meegemaakt. Ik heb heel vaak meegemaakt dat ik zo lag. Echt waar? Ja. Hoe krijg je dan adem? Weet ik niet. Wel te rusten. Ik ga zogenaamd weg. Vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij? Wat vind je het allermooist aan jezelf? Niks. Nee, aan je hoofd. Wat vind je het mooiste? Mijn bloem. Staat je inderdaad erg goed. En maar wat aan je hoofd? Je eigen hoofd? Haar. Je haar. Ruikt lekker. Wel goed haar. Zou ik niet langer willen hebben, net als Hannah Montana? Ja, en blond. En blond. Maar dat mag je pas als je wat ouder bent. Hè? Dan kan je het blond verven, denk ik. Ja. Wat vind je het lelijkst aan jezelf? Mijn bril. Je bril? Ja. Doe me eens af dan. Kan je goed zien zonder bril of niet? Ja. Je hebt wel mooie ogen, hè? Nee. Niet? Bruin, man. Ik vind het hartstikke mooi. Ik wil blauw. Wie heeft blauwe ogen? Van die lichtblauwe ogen, net als Hannah Montana. Oké. Hoe zijn je oren? Ja, goed. Ja. Doen ze het goed ook? Ja. Geen flappers? Nee. Nee, mooi. Dit is mijn school, Oscar en Beren school. That's what I, what I, what I. Wie was dat dan, Oscar Romero? Weet ik niet. Weet je niet? Was dat niet een of andere Spaanse wielrenner die doping heeft gebruikt? Weet ik niet. Ja, mooi, man. Niet gek, hè? Volle bak, hè? Hey! Hallo, ik ben juffrouw Celine. Ik kom even kijken wie het doet hier ook. Okay. Is het een beetje een goede leerling? Nou, soms zou het wel iets beter kunnen met luisteren, maar hij is wel ontzettend snel. Faik, werken aan, dubbele punt, niet door de klas roepen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou als de juffrouw dat nou 3 keer gezegd heeft? Doe je dat toch? Hoe kan dat dan? Waarom? Ik denk dat het meer enthousiasme is bij Faik. Alleen bij het werken merken we inderdaad nog wel eens dat hij dan wel eens met Zera zit te kletsen. Wie wilde wat leuks zeggen over Faik? Het goede is dat hij goed met vrienden kan omgaan. Hij maakt niet gelijk ruzie, hij blijft er 1 jaar of 2 jaar mee. Vaak is hij aardig, maar soms ook niet. Ik vind Faik aardig en slim. Als we gaan een tikketje gaan spelen, dan is hij heel snel, dan pakt bijna iedereen. Ben je dat snel? Ja. Hoe komt dat? Train je veel aan rennen? Oké, Faik. 5, 4, 3, 2, 1, go!
En wat is nou het stomme aan Faik? Soms onder de lessen zit hij gewoon te praten. Faik die plaagt me soms. Gewoon als hij een beetje gestrest is. Vaak als de juffrouw gaat aanspreken, dan zit hij zo met op zijn nagels te bijten en zo met grote ogen te kijken. Lopen. Is het een beetje een pestkop? Ja, ja, een beetje. Shh. Dan gaat hij met andermans namen pesten. Dan gaat hij rijmen. Hij zegt soms tegen mij 7-up. 7-up? Niet moeilijk, maar hij zegt tegen mij Barack, Barack Obama. Juf. Puf. Lopen, lopen, lopen! 15, 16, gaan! Doorlopen, doorlopen! 20, kom, je kent hem! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Heel klein hondje. Een hamster. Ja, een muis. Ik heb geen huisdier. Oh, koud. Kind, wat mis je? Waarom niet? Omdat mijn vader en moeder niet van huisdieren houden. En je zou heel graag een konijn willen hebben, hè? Waarom? Wat zou je met een konijn willen doen dan? Nou, eten geven en aan mij spelen. Een klein hondje is ook schattig. Maar alles wat klein is, is schattig. Ja. Behalve kinderen. Hoi. Het is ook een soort huisdier, hè? Chiu, kom eens. Mag ze even aan jou aaien? Ja. Oké, kom, mag ik hem heel even aaien? Heb je toch een beetje een huisdier? Aaien maar even. Want dan moeten we hem eigenlijk iets te eten geven, hè? Kijk, ik vind hij lekker. Hij kijkt al. Alsjeblieft. Lekker? Ja. Mogen wij ook een hapje? Nou, ik hoef niet. Dat hoeft niet. Lekker, hè? Ja. Nou, braaf. Ga maar weer vrij. Amen. Amen. Geloof jij in God? Een beetje. Soms geloof ik gewoon in God en soms denk ik, ja, volgens mij bestaat hij niet, soms maar. En wanneer geloof je niet in hem? Maakt het niet uit? Of dat is Ja, dat verwisselt gewoon soms. En als je wel in hem gelooft, hoe ziet hij eruit dan? Een soort van wit spook. Met een laken om of zo? Of? Nee, gewoon een witte jurk. En hij is zelf ook wit. Zijn huid? Ja, gewoon een spook. Ben je wel eens in de kerk geweest? Ja, een keer voor toen vrienden van ons iets moesten doen, ik weet niet meer wat. Hoe vond je dat? Saai. Voor de kerk saai? Nee, maar dan gingen ze allemaal verhalen doen en ja. Als je nou dood bent? Ja. Wat gebeurt er dan met je? Ik? Als ik dood ben? Ja. Naar de hemel. Ja? Geloof je in de hemel of hoop je? Op de hoop hemel? Ik. Zou wel leuk zijn als er nog... In de naam van de vader? Nee? In de zoon? Nee, ik krijg geen kruis maar. In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest... Amen. Hé, hey, Marijn. Ja? Katten kwaad? Ja. Ja, die ijs... Oh ja, die ijs... Maar ik neem dit mee. Zo lekker weer, man. Is de... Knalweertje. Heb je vuur? Ik zoek een speelgoed. Ga maar even op de bank zitten. Ik pak wel wat te drinken voor je.
Alsjeblieft. Hey, dat is lekker. Dank je wel. Zit je moeder God op de bank? Hoe kunnen we nou dat doen? Je moet er even naar boven lokken. Mam, de hond heeft boven gescheten. Ik ga gelijk kijken. Eng hoor, eng. It's hot. It's not good if you do this at home. Ik weet niet wat hij zegt, maar het is wel cool. Oh, we are the champions, my friend. We are the champions. We are the champions. Hey, wat doe jij nou? Niks. Waar komt die rook vandaan? Er is fik bij de buren. Ga maar weg, hoor. Mama, hey, hoe is het? Heb je die poep nog gevonden? Nee, ik kan het nog niet vinden. Nee, mij ook niet. Nee. Dit is Marlo, mijn allerbeste vriend. Hoe lang zijn jullie al beste vrienden van elkaar? Nou, heel lang. Echt waar? Ja. Wat houdt voor jou nou vriendschap in? Wat is nou eigenlijk vriendschap? En dat je heel dikke vrienden bent. Wat is voor jou vriendschap? Ik kan het niet echt uitleggen. Nee, dat is moeilijk ook, hè? Ja. Hebben jullie wel eens ruzie gehad? Eén keer. Ja? Twee. Waar ging het over? Die ruzie. Dat weet ik niet meer. Weet jij dat nog? Nee. Ook niet meer. Hebben jullie het ook over geheimen en zo? De dingen waar je het met niemand anders over hebt? Jozef? Ja, niet echt. Nee? Ik ga hier iets moois van maken. Wat ga je ervan maken dan? Dat zie je nog wel. Drie kop gedraaid en dit is mijn raceauto. En dit is mijn raceauto en dit is mijn auto. Vind je het erg dat de school weer gaat beginnen? Ja. Nee, ik niet. Lekker rustig. Al die kinderen opgeborgen. Graag een cola. En een cola? En ik er dan? Mag ik ook wat? Ja. Oké, doe maar mijn cola light. Dit jaar. Ook al is hij een slechterik. Zo slecht is hij nog niet. Drie kleine katjes begonnen te gaan. Kom dan, hier, kom maar. Kom maar, hier. Kom maar, kom maar. Dit is mijn broer, hij heet Ali. Dit is mijn vader, Kamal. Dit is mijn moeder, en heet Susan. En dit is mijn zus, heet Leila. En waar komen jullie vandaan? Iran. En waar ben jij geboren? Rotterdam. Elias, een naam van een, zeg maar, profeet. Eigenlijk is Elias ook een achternaam van een man die een kunstenaar was. Dat stond op Wikipedia.
zijn sterke punt is dat hij nieuwsgierig is. Hij is heel, heel erg nieuwsgierig. En hij is ook heel open. Het is heel sociaal. Wij zeggen tegen Elias iets maken. Hij is slim en gelijk maken. En wat is nou het vervelende, Anne? Ja, af en toe. Het luisteren. Elias is eigenwijs. Hij is soms heel erg druk. Hij is dan niet meer stil te krijgen ook. Af en toe denk ik, niet altijd jou zien of zo. Soms denk ik, nou heeft hij ADHD, maar dan pest ik hem ermee. Want jullie wonen niet meer thuis, hè? Jullie, Nee, wij wonen niet meer thuis. Is het leuk om zo'n klein broertje nog te hebben? Ja, in het begin moesten wij heel erg aan wennen. Maar nu kunnen we niet meer zonder hem. Hij is echt heel leuk. Iets gezellig, jongen. Ben je trots op je broer en zus? Ja. Wil je ook zo worden? Niet hun werk, maar wel hoe ze het doen. Ja, maar een beetje meer op mijn zus. Hij luistert niet goed naar mijn moeder. Heb je een beetje kritiek op je broer? Wat wordt hij later? Hoe ziet zijn leven eruit? Iets bij met mensen, ja, met werken met mensen. Daarom is hij is echt sociaal. Hij is nu al slim, dus als hij groter is, denk ik dat hij echt een slimme jongen is. Maar ik weet niet wat hij ermee gaat doen. Hij is een genieter. Ik denk dat hij echt gaat genieten. Ik denk dat hij een hele hectische tiener tijd gaat hebben. Ik denk echt dat hij echt alles gaat uitproberen. Wat ben je aan het doen? Aan het oefenen voor de auditie. Wat voor auditie? Dansauditie. Want waar zijn we hier? In een dansschool. En Shayin die wil later danseres worden, dus dan moet je auditie doen voor een dansschool. En dit is Codarts, heet dat, hè? Dat is een hele grote, belangrijke opleiding. Wat vind je dan een leuke ballet? Het is toch een beetje stom in zo'n tutuutje en dan al die... Nee, je wordt er soms wel heel lenig van. Kijk, die. En dan de tenen daar. Doe de benen maar eens wijd. Dat is al heel ver. En ben je er ook goed in? Ja. Hoe weet je dat? Omdat mama dat zegt. Als je het nou niet haalt, wat dan? Ga ik huilen. Echt waar? Ja. Shayin! Ah, ik zie een big smile. Ging het goed? Ja. Was je tevreden? Wat denk je? Heb je het gehaald of... Ik weet het niet. Nee. Nou, ik ben benieuwd. Over 2 weken uitslag, hè? Ja. Oh, 2 weken lang niet slapen. Ik heb de uitslag van de auditie. Met plezier kunnen wij meedelen dat de... De beoordelingscommissie van de voorbereidend dansvakonderwijs van Rotterdamse Dansacademie heeft besloten om Shayin toe te laten. Nee! Gefeliciteerd, meid. Dus, goed gedaan, hoor. Als je nou... later violist wordt. Wat is daar leuk aan? Je bent beroemd. Kan veel mensen luisteren. Je krijgt moesjes bloemen. Reizen. Ja. Het is wel mooi, maar er zijn er een paar die het redden. Ga jij het redden? Denk het wel. Ja?